Give me some. Move your body like, pull your hands up, move your arms around. Yep, I know so. Round your head. This nigga got so. Goedemorgen, mijn heren van de pers. Hartelijk welkom. Ik zie geen graven, maar het is geen sprake van discriminatie. Ook, hè, dat ze er niet zijn. Ik wou eigenlijk als titel eigenlijk nemen van deze toespraak: mag Demmink secretaris-generaal van Justitie blijven? Van mijn oude dag kan ik niet zeggen dat ik mij verveel. Ik hoef mij dus niet erover te beklagen dat ik werkloos ben. Bovendien beleef ik heel leuke gebeurtenissen. Zo ben ik afgelopen zaterdag als eregast met mijn zoon Peter uitgenodigd op het 40-jarig jubileum van Europarkstad Leuzen van mijn eerste gebiedsontwikkelingsmaatschappij Eurowoningen. En stemt mij tevens tot grote dankbaarheid dat op 22 juli aanstaande Eurowoningen haar 50-jarig bestaan mag vieren en mijn vrouw en ik met onze 6 kinderen en 20 kleinkinderen ons 60-jarig huwelijk. De geruststelling van Eurlings, kinderen, ik had daar 5, kwam daarna 6, toen ik Eurowoning oprichtte, zijn geen beletsel voor succes, nog een drukke werkkring. Minstens even druk en zeker riskanter dan de ministerpost waar je zo kan uitstappen. Veel bewoners van dit eerste en vrijwel enige woonpark in Nederland, vooral zij die al vanaf het begin daarin woonden, kwamen mij daarvoor zelfs bedanken. Zij wilden per se mijn handtekening in een fraaie, het boekwerk dat ze zelf gemaakt hebben, Europarkstad Leusden, meer ruimte om te leven. En daar zijn ook nog geïllustreerde bladen ook opgenomen van: op een mooie dag is het net een vakantiepark bij de bewoners zelf. En zij noemen hun eigen zwembad ook de parel van de wijk. Dit is het eigen zwembad van de bewoners dergelijke. Ze hebben bovendien nog een eigen tennisbaan en een park is een eigendom. Dus alles ondergebracht in een groenstichting die ik in 1970 opgericht heb. De bewoners die zijn uiterst actief en hebben onlangs de Nationale Klimaatprijs gewonnen en eerder de Jantje Betonprijs als meest kindvriendelijke woonwijk in Nederland. Ik zeg dit even om te laten zien dat er wat dat betreft een verschil is tussen de bewoners van woonparken die wij gemaakt hebben als Eurowoning etc. en de activiteiten van Schiphol. De bewoners zijn enthousiast, werken mee, de luchthaven werkt tegen. Het was zo'n goed project dat Front destijds 40 jaar geleden Parkstad Leusden tot voorbeeld voor buitenlandse stedenbouwkundigen aangewezen heeft. En in de tijd hebben volgens de bewoners en Elsevier busladingen Japanners en Amerikanen Leusden bezocht. Dit woonpark heb ik dan ook als voorbeeld genomen voor mijn ski-station Val Morel van Benuron Frans. De chauvinistische Franse overheid heeft er op dit Nederlandse ski-station tot modelstation uitroepen. Voorbeeld voor Fransen dus. Ten slotte hebben Leusden en Val Morel als voorbeeld gediend voor het enige echte businesspark op het Europese continent, Schiphol Park Rijk. Maar wat heeft het nu te maken met misstanden bij justitie en de Demmink-doofpot? Het onderwerp van onze persconferentie. Alles, alles. Hier staat geen non-valeur, of zit geen non-valeur, een ruziemaker voor u zoals Schiphol het gaarne voorstelt. De rollen zijn namelijk exact omgekeerd. Voor de derde keer was ik razendsnel succesvol met mijn derde ontwikkelingsmaatschappij Schiphol. Binnen 5 jaar werd Schiphol, opgericht op 31 oktober 1986, haar eigen vermogen te ver 4000-voudigen
en beschikte dit bovendien over 600 hectare potentieel bedrijfsterrein binnen 5 jaar. De luchthaven had daarentegen slechts 33 hectare. Was dus stinkend jaloers. Bovendien had Schiphol visie, mede gebaseerd op mijn persoonlijk onderzoek van 20 internationale mainports. Maar de luchthaven heeft overigens geen enkele internationale mainport onderzocht. Zelf heb ik 5 rapporten over mijn onderzoek uitgebracht. Reeds meer dan 20 jaar geleden, zoals Lambda Airport voorbeeld voor Schiphol in januari 1988 en Schiphol Luchthaven nummer 1 juni 1989. Dus geen titels die tegen Schiphol ingaan, in tegendeel bedoeld zijn om Schiphol te stimuleren. Ik ben dus geen vijand, maar een vriend van Schiphol en ik heb de belangen van Schiphol zelfs boven die van Schiphol opgesteld. Mag ik ervan uitgaande, natuurlijk, als het Schiphol goed gaat, gaat het ons ook goed. En nu gaat het Schiphol slecht en het is ons ook slecht. In dit rapport heb ik erop gewezen dat het Centrum van Internationale Allure ten zuiden van Botterdorp onontbeerlijk is, wil Schiphol niet afzakken tot een regionale luchthaven. En dat is thans bezig zich een sneltreinvaart te volstrekken, te voltrekken. Men heeft het nog niet in de gaten, maar ik heb dan een poosje ervoor gewaarschuwd. En het gebeurt zoals ik steeds voorspeld heb. Aan de hand van cijfers, niet op grond van een bepaalde ingevingen, maar op grond van harde cijfers. Desondanks heeft Schiphol ons uitgewerkte project Airport City Batuverdorp tot heden reeds meer dan 20 jaar tegengehouden, terwijl dit onontbeerlijk is om een belangrijke luchthaven te zijn, om een internationaal mainport. Bovendien is Schiphol de aanleg van Taxi 2000, die heeft gisteren waarschijnlijk een prachtige foto daarvan in de Volkskrant gezien, waarover Schiphol een dure video in dat land heeft laten maken, maar die heeft ze ook verhinderd, de uitvoering van Taxi 2000. En wel nu, thans rijdt deze Taxi 2000 zo'n moderne taxi op Heathrow op een monorail. Die had eigenlijk op Schiphol al 20 jaar geleden moeten rijden. Ten slotte vond Schiphol het nodig een bouwverbod te laten leggen op een van onze businessparken. Nadat de rechtbank Haarlem de luchthaven veroordeeld had tot vergoeding van alle schade, slaagde Schiphol erin de 3 rechters, Monster CS, te laten vervangen met de hulp van de secretaris-generaal van Justitie, de machtigste en de gevaarlijkste ambtenaar, in Nederland. Is onbegrijpelijk en ongetwijfeld onverantwoord dat minister Donner deze Demmink in 2002 benoemd heeft tot secretaris-generaal van Justitie, hoewel eerder als topambtenaar op Defensie gevreesd en ongewenst was blij dat hij wegging. Donner werd er. Het is de krachtige minister Donner die voor het gedonder, dat wil zeggen voor de rechtsverkrachting, verzorgd heeft. En het is de slappe minister Heers-Wallien die Demmink tot nu toe handhaaft, ondanks alle aanwijzingen van manipulatie. Een parlementair onderzoek naar zijn benoeming en handhaving als secretaris-generaal is dan ook dringend geboden. De vervanging van 3 rechtersmonsters op verzoek van de luchthaven zal daarbij aan de orde moeten komen. Niemand minder dan Van der Ven, oud-secretaris van de Raad van State, zegt daarover in Schipholgate: voor al die raadselachtige rechterswisselingen stellen vraagtekens bij de zuiverheid van het functioneren van ons onafhankelijk rechtssysteem. Als dat niet helder wordt en gecorrigeerd waar nodig, dan rechtvaardigt dat een parlementair onderzoek en vervolgens wellicht wijziging van wetgeving. Dat gaat nogal ver voor een secretaris van de Raad van State.